De politie doet een getuigenoproep rondom het dodelijke steekincident in Hatert. Signalementen zijn inmiddels gedeeld. De politie komt met nieuwe informatie rondom het steekincident in Hatert, dat zondagavond het leven kostte aan een 38-jarige Arnhemmer. Er zijn signalementen gedeeld van de verdachten die nu bij de politie in beeld zijn. Op locatie staat onze verslaggever Matthijs Semmeling. Naar aanleiding van het steekincident afgelopen zondag is de recherche een onderzoek gestart. Ze vragen iedereen die iets gezien, gehoord, informatie of camerabeelden heeft, contact op te nemen met de politie. Rond 7:15 kwamen er meerdere meldingen binnen over een vechtpartij aan de Kouwburgstraat ter hoogte van de Lidl. Daar waren 3 mannen en een man en een vrouw in een conflict gekomen. Tijdens de vechtpartij kwam er een man bij. Deze voegde zich bij de man en de vrouw. Hierna verplaatste de vechtpartij zich naar de weg en werden er 2 mannen neergestoken. De politie heeft een team grootschalige opsporing geformeerd. Zij zijn op zoek naar 3 mannen die na het incident zijn vertrokken in een donkere kleine auto, mogelijk een Volkswagen. De ene man heeft een donkere huidskleur en een fors postuur. Hij was gekleed in een donkere trui, een lichtblauwe spijkerbroek en een jas. De andere man heeft een sportief postuur, was gekleed in een donkere korte broek en een wit shirt. Vooral deze korte broek zou op moeten vallen gezien de tijd van het jaar. De vrouw had een tengerpostuur en had een half lange jas aan met een bontkraag. Herkent u een van deze personen? Neem dan direct contact op met de politie. Treinreizigers zijn zich op 14 november rotgeschrokken toen een trein met hoge snelheid voorbij station Wijchen raasde, over een openstaande overweg schoot en daarna tot stilstand kwam. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat de trein veel harder dan normaal het station binnenreed. Ik had niet meteen door dat we al voorbij waren. En dat duurde toen, kwamen we verderop tot stilstand. En toen dacht ik, wat is er nou gebeurd? En toen riep de conducteur dus om wat er gebeurd was. Ja, dus de trein komt hier bij de overweg aan en rijdt dan met 50 km per uur over de overweg heen, terwijl de bomen overstaan. Just Vervaart dook in de GPS-gegevens van de trein om te onderzoeken wat er precies gebeurd is. En uit die data blijkt dat die trein 4 minuten te laat was. En dan komt hij hier aanrijden met ruim 100 km per uur. De trein komt hier bij station Wijchen aan en dan rijdt hij nog steeds 85 km per uur. Andere treinen die hier normaal stoppen, die rijden 40 km per uur. En vervolgens na het station rijdt de trein alsnog met 50 km per uur over de spoorwegovergang. Ja, als je dan hoort van de conducteur dat we een onbewaakte overgang zijn overgegaan en dat de machinist, dat de schrik er ook goed in zat, dat hij met huilen nader stond dat lachen. Ja, en als je dan beseft dat die overgang onbewaakt was en dat het ook anders had kunnen aflopen, dan is wel even een besefmomentje. ProRail onderzoekt nog hoe het kon dat de trein niet op tijd stopte. Radiozender 3FM maakte vandaag bekend dat er meer dan 40 artiesten uit binnen- en buitenland te gast zullen zijn in het Glazen Huis in Nijmegen. Onder hen zijn onder meer Tom O'Dell, Chess Special, Digi Dex, S10, René Vroeger, De Staat en Chris Cross Amsterdam. Naast artiesten zullen ook veel andere gasten hun opwachting maken. Momenteel wordt het Glazen Huis al opgebouwd op de Grote Markt. Vanaf zondag 10 december maken DJ's Barend van Delen, Sophie Helkema en Wijnand Speelman 24 uur per dag radio en online items voor het Glazen Huis in Nijmegen. Om samen zoveel mogelijk luisteraarsgeld op te halen voor Stichting ALS Nederland. De artiesten treden op in het huis of op het grote live podium op de Grote Markt in Nijmegen. De 55-jarige Syriër die vrijdag werd gearresteerd in Druten op verdenking van internationale misdrijven in zijn vaderland, blijft voorlopig in de cel. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest maandag met 14 dagen verlengd. Het Openbaar Ministerie verdenkt de Syriër onder meer van seksueel geweld als misdrijf tegen de menselijkheid. Het is de eerste keer dat iemand in Nederland dit misdrijf ten laste wordt gelegd. We hebben nog 2,5 week tot oud en nieuw, maar oliebollen zijn inmiddels al volop te verkrijgen. De oliebollen van Bianca moeten wel heel bijzonder zijn, want deze zijn voor de 9e keer op rij met goud bekroond. Ieder jaar keurt een onafhankelijke jury oliebollen door heel het land. De oliebollenkraam Bon Appetit in Elst krijgt elk jaar weer de hoogste waardering van de jury. Wat maakt deze oliebollen zo lekker?
Wat maakt hij zo goed? Dat is het geheim van de Smit. Maar ja, hij smaakt lekker. Hij is niet te vet. Goede vorm. Een goede, ja, hoe een oliebol moet wezen. Wat moeten we erover vertellen? We zijn voor kwaliteit en we zijn ermee begonnen, zeg maar. En ja, we hebben nu op 9 keer op rij hebben we de gouden oliebol. En door Nederlands Bakkerijcentrum te Wageningen. De oliebollen worden op 7 verschillende punten getest. Vorm, uitwendige kleur, structuur, eeteigenschappen, smaak, vulling en vet. Hij heeft zoveel scoren nodig om het goud te kunnen behalen, zeg maar. Ja, je blijft altijd vernieuwen en elke oogst is ook niet hetzelfde. Dus je moet altijd aanpassen, altijd erbij blijven. Hè? De oliebollen zijn voor het 9e jaar op rij met goud bekroond. Iets waar de klanten van Bianca ook erg enthousiast over zijn. Die vinden dat heel leuk. Die vragen ook al mij, ben je alweer gekeurd, weet je wel? Ik zeg, nee, ik ben nog niet gekeurd. En als ik dan gekeurd ben, dan zeggen ze, oh, je hebt hem weer, hè? Ik zeg, ja, ik heb hem weer. Dus ja, dat is wel heel leuk, ja. Ja, daar ben ik ook heel trots op natuurlijk, hè. De oliebol en de krentenbol is natuurlijk wel de number one, hè. En dan hebben we een appelbol, een blinebol, een appelbilletje, appelflappen. Ja, die gaan natuurlijk ook wel mee. Maar de oliebol en de krentenbol, ja, dat is hem toch, hè. Die moet met oudjaar toch op tafel staan. Het bakken van oliebollen is haar met de paplepel ingegoten. Sinds dat ik getrouwd ben, zeg maar 25 jaar nu, doe ik zelf een oliebollenkraam. En daarvoor was mijn familie die was altijd met oliebollen bezig. En mijn opa, mijn overgrootopa. Dus het komt van generatie op generatie. Wat ze uniek maken, het is natuurlijk een recept die elk jaar, eigenlijk bijna elk jaar weer wat aangepast wordt. En van oudsher geboren is. En daar ga je weer mee verder. En ben je daar trots op. En ik weet zeker, mijn opa is er niet meer. Maar als hij er nog was geweest, was hij echt wel trots geweest. Ja. Na een redelijk droge dag trekken vanavond en vannacht de nodige buien over de regio. Dat is meteen het beeld waar we morgen mee te maken krijgen. Het belooft een vrij grijze woensdag te worden zonder zonneschijn en opnieuw met geregeld een bui. In de avond trekken deze weg en wordt het vaker droog. De temperatuur komt uit op zo'n 9 graden. De donderdag wordt een wat frissere dag met maximaal rond de 5 graden, maar vrijdag loopt dat weer op naar een graad of 8. Wel neemt de kans op neerslag verder af en is het vaker droog. Ook komt de zon er later in de week weer vaker aan te pas. Tot zover het RN7 regionieuws van dinsdag 12 december. Eind volgende week strijkt het kerstcircus weer neer in het Nijmeegse Goffertpark. Wil jij daar graag bij zijn, dan kun je deze week bij RN7 tickets winnen voor de première op vrijdagavond 22 december. Stuur een mail naar redactie@rn7.nl waarin je uitlegt wie je deze tickets gunt en waarom. Vermeld daarbij ook even om hoeveel personen het gaat. Maandag maken we de winnaars bekend via onze sociale media. Morgen zijn we weer bij je terug, dus graag tot dan.